Harry gaat gewoon zijn eigen gang, toch? Harry gaat zijn eigen gang. Die wordt ook... Hij valt nog net niet in slaap tijdens de uitzending, maar het scheelt niks. Nee. Nou, gisteren zei hij tegen Paul de Leeuw, hij zegt, jij hebt toch 2 kinderen geadopteerd? Waarop die Paul zegt, ja. Hij zegt, zitten die dan bij diezelfde club als jou? Waarmee die, we zeggen, zijn dat ook 2 homo's? Ja. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik denk, zelfs ik twijfelde even. Dat, maar die kinderen worden natuurlijk, je kan van een, zou je bij een kind van 2 al kunnen zien dat hij homo is? Nee, volgens mij niet. Maar nee, je wordt ook niet homo als je met homo's omgaat, volgens mij. Dat lijkt niet zo. Nee, maar ik moest zo. Ik denk, wat, Paul ging ook, Paul liet het lopen. Ja, maar Harry meende dat serieus. Ja, die meende dat serieus. Jij met je man zijn allebei homo. En dan wat denk zeg je? Jouw man en jij zijn samen homo. Ja. En dan wordt de conclusie vaak getrokken als je dan kinderen adopteert of laat geboren worden, dat ze dan ook van de club zijn. Van wie heb jij dat? Hè? Van wie heb jij dat? Nou, dat ik denk dat bij de kapper zo wordt verteld. Nee, dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet homo, mensen homo maken. Nee, maar ik zou je geruststellen, het is ontzettend gezellig. En er komen ook vriendinnen over de vloer. Maar dat vertel je, want ik vind het hartstikke leuk. Hey, dat wordt bij de kapper zo verteld. Ja. Ik heb gisteren wel het hoogtepunt gezien van dit jaar, van een televisieoptreden tussen al het weggooien amusement. Ik heb Hans Steeuwen ademloos aanschouwd. Oh, waanzinnig goed. Waanzinnig goed. Was hij op tv met zijn... Ja, hij was, ik wist het ook niet. Ik had er niet op gelet. Maar mijn vrouw zei, Hans Steeuwen komt. Dan ben ik ervoor gaan zitten. En het was vrij lang. Het was zo boeiend. Het is niet ieders humor, hoor. Nee. En je moet ook niet op de eerste rij gaan zitten, want dan maak je deel uit van de show. Ja. En dan kun je de volgende dag niet meer naar buiten. Mm. Maar het was zo goed, vond ik. Dat hij zei tegen die man, er ging een man weg. En toen zei hij tegen die man, wat ga jij doen? Die man zei, ja, ik moet scheiden. Weet je wat hij toen zei? Nou? Ze hadden jou ook altijd een stoel. Wat moet er geven? Ja, dit is ook. Dat zei hij tegen me. Hij was echt geniaal. En wat ik vooral ook vond, de liedjes van hem, dat zijn geen opvulletjes, maar die voegden echt wat toe. Ja. Echt goede liedjes. Speelt aardig piano. Ja, echt goed, hoor.